We moeten een nieuwe skill gaan leren bij professor Hackett. Dus dat gaan we maar doen. Wijs ons de weg, magisch boek. Een nieuwe skill. Ik ben benieuwd. ...30 meter. Nieuwe skills bij professor Hackett. Het is daar, maar ik moet onderlangs. Revelio. Valt er nog wat tegen Revelio in hier? Nee, lijkt er niet op. Ja, sidequest. Sidequest, pakken we mee. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some moon new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ze gaat ons een spelletje leren. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Die moeten wij gaan zoeken natuurlijk. Ja. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Oh yeah. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. Jeez. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. No. Quest started. Gobs of Gobstones. Find Zenobia's Gobstones. Nou, we gaan op zoek. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Gobstones. Find Zenobia's Gobstones. High places. Ik loop hier naar binnen en ik zie hier een oranje stipje. Daar, dat is een gobstone. Kan ik die pakken? Well, ja. One of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. We gaan de gobstone zoeken. Ik glitch door de deur heen. Lekker hoor. High places. Hier is ook een gobstone. Daar. Kan ik daar opkomen op enige manier? Revelio. Weet ik niet. Hier is een trap omhoog. Find Zenobia's gobstones. Met deze deur ga ik naar buiten. En dan ga ik naar de verkeerde kant. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Want ik zie wel die gobstones. Moet daar toch boven zien te komen op een of andere manier.
Hier is weer een trap omhoog. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Daar. Accio. Huppakee, weer een gobstone. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Er komt hier een ladder uit het niks. Accio. Een ladder uit het niks. Find Zenobia's gobstones. Revelio. Ik kom in een nieuwe kamer. Waar weer een briefje ligt, een loortje. Dit is de moeder van die chickie. Hier ligt een kistje. Er zit geld in. Ik zoek nog 3 gobstones. Dan heb ik ze allemaal gevonden. Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, ik weet het. Maar voor die andere moet ik... What are you up to now? En dan moet ik wel naar die andere tower. Is daar een doorgang? Er is wel een kistje en weer zo'n oogkist. Hier is weer een wiskundige deur. Nul. 1 hoorn. 2 hoorns. 3 koppen. L is 4. 6. Oh, dit is gewoon de hele wiskundesom uitgerekend. Het heeft niks met die koppen of staarten te maken. Het heeft niks met die koppen of staarten te maken. Ik ga dat even noteren. Ik ga het even noteren op een kladblaadje. Misschien hebben we dat nog nodig op een later moment. Dan zeggen we 1 is, ik schrijf op, zeehond. 2, eenhoorn. Nee, dat is 1. 0 is zeehond. Kut. Nieuw blaadje. Scheur. 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nul is zeehond. 1 is eenhoorn. 2 is geit. 3 is 3 kop slang. 4 is uil. 5 is spin. Nee, is wat is het? Spin met haar. Harige spin. 6 is basilisk. 7 is, ja, wat is dat? Metroid. Schrijf ik op. 8 is spin. 9 is Medusa. Kijk, en met die berekeningen gaan we verder komen. Want dan zien we hier 0 en 1 is 1. En dan moet 3 moet daarbij op de plaats van 2 vraagtekens. En 3 is een driekop. Deze. Dan zeggen we 2 plus 3 is 5. En dan moet dan nog 4 bij. En 4 is uil. Deze. En zo opent zich de deur. Lekker hoor. Revelio. Zo opent zich de deur. Er wordt hier een hele wiskundige looproute uitgewerkt, zie je dat? 2 kanten op zelfs. Reveal. Dan hebben we daar... De Metroid is 7 plus 0 plus 1... 2 moet eenhoorn zijn. De bovenste 6 en 5 is 11 plus 6 basilisk. Deze. Hoppakee. Kijk. Secrets genoeg. Deze andere deur dan. Reveal. 13
plus 0 plus 5. 2 van deze moet zijn 5. Dat is de harige spin. Deze. En die andere is 5 plus 6 is 11 plus 4 is de uil. Moet hier. Deze. Hoppakee, wiskunde jongens. Wiskunde. Revelio. Wat levert mij dit verder op? Helemaal niks. Alleen twee kamers met secrets. Ik ben op zoek naar die gobstones. Maar goed. Ik heb nu dus wel alle getallen geleerd. Dat is ook wat waard. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Kom jij maar even mee. Zenobia's gobstones ga ik vinden in de andere toren. Ik denk dat ik dan hier naar buiten moet. Ja, dat denk ik inderdaad. Voor Zenobia's gobstones. Daar zie ik een scroll verschijnen. Revelio. Meenemen. Kelpie statue. Dit is dus een ogenkist, daar kan ik nog niks mee. Nog niks, hè. Luister naar wat ik zeg. Hier is een gobstone boven mij. Hier is een fast travel. I've always said that travel broadens the mind. Hier is al een dingetje waar ik nu ben. In high places. Waar ik nu sta, is zo'n ding te vinden. Volgens de map. Maar misschien wel een verdieping hoger. Dat zou natuurlijk kunnen. Een beetje in de gaten houden. Revelio. Waar die dingen zijn. Daar is iets. Ik kan niet zo gauw zien wat, maar er is wel iets. Hier is nog een fast travel. Ik ben ook een beetje zoekende naar die gobstones. Hier is er één. Revelio. Hier is weer een standbeeldje. Er hoort weer een dingetje bij. Daarboven is een kist. Hoe kom ik daar? Hier is een trap omhoog. Hier zie ik ook weer zo'n scroll. Portrait of Baruffio. Kijk, hier gaan we omhoog. Die moet zo hoog mogelijk zijn. Daarachter is iets. Waar ik nu ben, is niet de looproute. Revelio. Fat Lady Portrait. Goeie naam ook. Kan ik daar naartoe? Accio. Nee. Hoe kom ik daar? Hier lijkt geen doorgang te zijn. Voor het vinden van de gobstones. Hier is een deur. Die zit op slot. Hier is een kist. Die zit niet op slot. Hier is die save point. Hier is weer een wiskundige deur. Die kunnen we weer openen. Kijk, 4 plus geit is 2. 6 plus 0 moet er dan bij, dat is deze. Die andere, 5 plus 1 is 6. En die andere moet 5 zijn, dat was de harige spin. Revelio. Maar waar is die? Het andere rekending. De harige spin.
kan het andere rekending niet vinden. Ik vind heel veel. Housepoint hourglasses. Hier is weer een deur. Hier is ook weer een scroll. Okay, die nemen we allemaal mee. Hier is die andere. Dit moet dan de harige spin zijn. Als die inderdaad hoort bij die deur die ik net gevonden had. Moet het de harige spin zijn? Het antwoord is ja. Er zit weer een kist in. Nou, ik moet hier verder omhoog. Ik zie weer een blaadje vliegen, die nemen we mee. Ik ben ook weer level up. Repairer. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Precies. Daar. Akio. Weer één gevonden. Nog twee te gaan. Die gaat naar beneden, maar ik wil naar boven. Hier gaan we naar boven. Voor Zenobia's gobstones. Kom, span even een trapje in. Lekker. Hier is weer een wiskundige deur ergens. Ah, hier. 3 koppen plus 9 is 12. Er moeten 7 dan bij. En 7 is de Metroid. Deze. En bij die andere hebben we 15 plus 2 is 17. Er moet dan nog 6 bij en dat is de basilisk. Deze. Kijk, wiskunde jongens, wiskunde. Lekker weer 2 kistjes geopend. En verder naar boven. Hier is nog fast travel. Handy resource indeed. Revelio. I'm most pleased to be included. Dit gaat ook nog naar boven. Nou, die gobstones die zijn goed verstopt. Daar kunnen we weinig over zeggen. Ik kan niet verder naar boven. Voor mij gaat de route niet verder naar boven. Maar deze trap gaat ook naar boven, dus die kan ik dan wel nemen. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Sowieso. Troll armor. Hè? Het heet letterlijk troll armor. Lekker hoor. Fast travel. Hier moet dan weer een gobstone zijn. Hier ligt ook een blauw boekje. Hogwarts Herbology Award heb ik opgepakt. Hier is een scroll. Hup, meenemen. Scrolls zijn XP, hè? Revelio. Hup. House Elf Armor. Grote kist. Daar zit een slot op, daar kan ik niet heen. Kijk, die scrolls. Alle scrolls zijn XP. Centaur armor. Dit loopt allemaal rond hier. Hè? Even kijken. Hier binnen zou weer zo'n bal moeten zijn. Goblet of Fire casket. Daar is hij. Meekomen. Nog 1 te gaan. Van Zenobia's gobstones. Hier moet ik naartoe. Oh, daar.
That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. I should go and see her. Return to Zenobia. Huppakee. We hebben alle gobstones gevonden. Daarmee kunnen we Zenobia blij maken. Misschien gaat ze mij dan wel het spel leren. Het spel met de gobstones. Ik ben benieuwd. Wacht, kan ik fast travelen naar Zenobia? Dan hoef ik niet te lopen. Defense against the Dark Arts Tower. Classroom. Ik kom vanaf Professor Fig's classroom. Dus als ik daar naartoe ga travelen, dan ben ik denk ik het dichtst bij. Bij Zenobia. Zenobia. Komt u maar, Zenobia. Ik heb al jouw gobstones gevonden. Ik hoop dat ik jou daar blij mee kan maken. Alle sidequests tellen mee, hè? Hier staat ze. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, ik heb ze allemaal gevonden. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Tuurlijk. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Ik weet niet of dat een goed idee is, want dan worden ze zo weer verstopt. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Ik heb gezegd dat het een slecht idee was. Ze gaat het toch doen. Gobs of gobstones. En ik krijg XP'tjes, maar ik kreeg ook een wand handle. Een roze. Oh, mooi hoor. Nieuwe handschoenen. Plus 15 plus 18 offense. Dat is de beste. Nieuwe bril. Plus 13 defense. Ziet precies hetzelfde uit. Iets andere shade. Is allemaal slechter dan wat ik aan heb. Oké. Okay. Neckwear. Is beter. Heb ik. Paarse sjaal. Cloaks and robes. Is ook minder goed dan wat ik heb. Verder nog wat nieuws in de inventory. Hier wat lore items had ik gevonden. Ja. Collections. Hier hebben we iets gevonden. Oh ja, die nieuwe wand. Die ik van die chickie heb gekregen. Exploration. Hebben we dingen mee ontdekt. Hebben we nieuwe kaartjes gevonden. Hier, dit is allemaal nieuw. Kijk eens. Al die scrolls. Even kijken, challenges gehaald, ook nog field guide pages. Claim reward. En daar zijn we nu dan nog mee bezig. We hebben al aardig wat gevonden van die field guide pages. Maar ik was bezig met Professor Hackett's Assignment 1. Dus daar gaan we dan maar mee verder. Maar niet zomaar, dat gaan we doen in de volgende video. Want ja, we zijn toch weer... We hebben toch weer een stap gezet. Dus in de volgende video terug naar de klas. Graag tot dan!